Hoe vaak sta je nu in principe stil bij je website? We vinden het belangrijk dat hij er mooi uitziet, dat er de juiste foto's erop staan, dat er de juiste elementen. Alleen wat vaak wordt overgeslagen, en zeker wanneer er een website wordt gemaakt, is van oké, welke kleuren wil je gebruiken? Misschien dat er aandacht wordt geschonken aan het lettertype, misschien de afbeeldingen, maar eigenlijk niet over het conversiegerichte stuk. Waarom moet die afbeelding daar staan? Waarom gebruik je die kleuren? Waarom gebruik je deze layout? En in deze woensdag gemakdag aflevering neem ik je mee en laat ik je zien door middel van verschillende case studies, dus echt wat er in de praktijk getest is, wat dus het effect kan zijn van een juist design. Laten we eens naar voorbeeld 1 gaan kijken. Ik laat je een voorbeeld zien van Teamleader. Teamleader is een partij die eigenlijk software as a service. En die partij die levert verschillende diensten aan. En voornamelijk die te maken hebben met CRM en volgens mij ook facturatiebeheer. En wat zij hebben getest is eigenlijk het aanmeldformulier voor een trial. Dus voor een proefversie. Ik laat je 2 varianten zien. En ik laat je ook vervolgens zien wat de verschillen zijn. En wat het effect heeft gehad. En voor Teamleader heeft dit zeker goed geholpen. Je ziet hier variant A. Bij variant A in principe hetzelfde als de variant B die ik je straks laat zien. En wat hebben ze gedaan? Je ziet rechts zie je het aanmeldformulier. Vervolgens zie je links enkele bullet pointjes. En dus met redenen van waarom moet jij nu die proefversie gaan aanvragen. In principe prima, ziet er mooi uit. En ook op zich werkte dit formulier en deze pagina ook. Het leverde maar liefst 36% conversie op. Dus dat betekent dat per 100 bezoekers 36 mensen zich direct ook aanmelden voor de proefversie. Een aardig goed resultaat. Toch was dit nog niet genoeg voor Teamleader, maar goed ook, want ze hebben getest wat heeft het dus voor effect als ik voor een andere opmaak ga. Nou, hier zie je op een gegeven moment variant B. Bij variant B hebben ze eigenlijk zoiets als sociale bewijskracht toegevoegd. Dus je ziet dat ze door het tonen van verschillende logo's en het regeltje een x aantal duizend andere MKB'ers zijn je voorgegaan, dat het uiteindelijk de conversie omhoog bracht naar 40%. Dat is maar liefst een conversiestijging van 4%. 4% klinkt misschien wel wat weinig, maar als je ervan uitgaat dat je per 1000 bezoekers dus 40 meer leads hebt, deze maand, volgende maand en die maand daarop, dan kun je dus al nu al gaan ervaren wat het doet voor jouw website, voor jouw bedrijf, als je dus veel meer met conversiegericht webdesign gaat werken. Ik laat je nog enkele andere voorbeelden zien. Bij Makelaarsland hebben ze ook die slag gemaakt naar conversiegericht webdesign. En wanneer jij dus veel meer gaat sturen op de conversie, dus op de gewenste actie die jij eigenlijk van je bezoekers vraagt, dan duik je diep in dat brein van die klant. Wat beweegt hen het meest? En wat klanten het meest beweegt is het resultaat wat zij voor ogen hebben. Kijken we naar Makelaarsland, dan is het een platform die eigenlijk zonder tussenkomst van een makelaar je de mogelijkheid biedt om je huis te verkopen. Kijken we dan naar deze pagina, die zeer belangrijk is voor Makelaarsland, waar je tenslotte je woning kunt aanbieden. Dan is er allereerst gekeken naar de normale pagina waarin je de blonde dame ziet. Die kan ik vervolgens bellen en mijn vragen stellen. Kijken we dan naar conversiegericht webdesign en neem je de tijd in het verdiepen van het brein, in het brein van die klant, en ga dan eens na van wat is het resultaat wat je wilt. Wil ik mijn huis te koop zetten of wil ik hem uiteindelijk verkopen? Die laatste gedachte die is ook getest en alleen het veranderen van de afbeelding, dus van de blonde dame naar de verkocht sticker, bracht een conversiestijging van 89%. 89%, dat is dus bijna een verdubbeling van het aantal aanvragen. Nou, je kunt je nagaan wat dat voor jouw bedrijf zou betekenen als je in één klap elke maand die er nu nog gaat komen, je klanten, het aantal leads, prospects zal verdubbelen. Ik laat je nog 1 voorbeeld zien. Kijken we naar wat Design voor Drukwerkdeal heeft gedaan.
Drukwerkdeal, partij waar je talloze promotiematerialen kunt kopen. Bedacht eigenlijk van ja, moet ik... Nou, onderstaande pagina waarin je dus eigenlijk vrij gericht op een bepaald product. Of kan ik mijn verkopen gaan verhogen wanneer ik dus meer cross-selling zou gaan prikkelen, om het zo te zeggen. En cross-selling is het feit dat van nou, hey, je hebt je schoenen in je winkelmand zitten, koop er ook veters of schoensmeer bij. Een prima gedachte, alleen wat doet dit design uiteindelijk voor de conversies? Kijken we naar beide varianten en op een gegeven moment is er dus een boxje toegevoegd. Waarbij je dus op de ene pagina weer extra relevante producten kon bekijken. Je ziet ook een rode omlijning. Dat is alleen maar om duidelijk te maken waar uiteindelijk de verandering zat. Dus ze hebben niet daadwerkelijk dat rode boxje eromheen geplaatst. Voor de rest zag het er daadwerkelijk zo uit. Kijken we dan wat het uiteindelijk heeft gedaan. Dat betekende juist dat boxje toevoegen 5,6% minder verkopen. Dus welke kant jij ook op een gegeven moment je beweegt in je conversie, dus waar je ook naartoe gaat, dus, en waar je dus ook met je website naartoe gaat, het is enorm belangrijk dat achter elk element op jouw pagina, dus achter je foto's, achter de social media knoppen, de teksten, de kopjes, dat er een bepaalde gedachte achter zit. En die gedachte, die moet getest worden. Je kunt, en je hebt het nu zelf gezien, en misschien heb je het al een keer ervaren, wat dus een verandering in design voor effect heeft op uiteindelijk jouw omzet. Nou, wil je daar een keertje over sparren? Geef ons gewoon een belletje of een mailtje. Heb je andere tips, ideeën, vragen? Misschien wel suggesties voor een volgende woensdaggemakdag? Geef even je reactie. Dan nemen we mee. Wil je meer van dit soort tips ontvangen? Klik dan ergens op abonneren of volgen. En dan blijf je gewoon altijd op de hoogte.